In 1984, op de avond van Halloween, kwam de familie Erbert in een complete nachtmerrie terecht. Doreen Erbert, die op dat moment hoogzwanger was, werd in haar eigen huis in stukken gehakt door een man met een wolvenmasker. Het bleek te gaan om haar ex-man, William Michael Dennis. Wat is er precies gebeurd die avond? En wat was zijn motief? In deze video vertel ik je alles over deze zaak. Maar voordat ik dat ga doen wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Doreen is geboren in 1952 in Californië en groeide op in een liefdevol gezin. Toen Doreen 23 jaar oud was, ontmoette ze William in 1975. William werkte op dat moment bij een fabriek, wat toevallig naast de fysiopraktijk zat, waar Doreen werkte. Doreen werd beschreven als een genereus en opgewekte vrouw. William daarentegen werd eerder beschreven als depressief en confronterend. Desondanks leek het een klassiek geval van tegenpolen en na slechts een paar maanden daten, trouwden ze. Op 17 april 1976 beviel Doreen van hun eerste en enige kind. Een zoon, die ze de naam Paul gaven. Het huwelijk tussen Doreen en William hield echter geen stand. Doreen vroeg in 1977 een scheiding aan. Ze kreeg de volledige voogdij over hun zoon Paul, maar William zag zijn zoon nog elk weekend, ondanks dat het huwelijk niet op goede voet was geëindigd. William koesterde de tijd met zijn zoon, maar hij bleef verbitterd over de scheiding. Voor hem was zij de ware. William had in zijn jeugd gehoorschade opgelopen, waardoor hij is gaan stotteren. Hierdoor droeg hij een gehoorapparaat. Ook leed hij in depressies en vertelde hij later aan de psychiater dat hij moeite had om vriendinnen te krijgen. Doreen hertrouwde in 1978 met Charles Herbert. Ze had hem ontmoet nadat hij haar te hulp kwam toen ze aan de kant van de weg stond met autopech. Het klikte direct tussen hun. Haar nieuwe man Charles had een eigen tapijtwinkel. Doreen is zelfs gestopt met werken bij haar baan als fysiotherapeut om bij Charles in de winkel te gaan werken. Charles was een hardwerkende, liefdevolle man en was totale tegenovergestelde van William. Doreen raakte al vlug zwanger en ze kregen een dochter in 1979. Ze kreeg de naam Dianne Erbert. Het samengestelde gezin leidde een gelukkig leven, maar dat duurde niet lang. De zoon van Doreen en haar ex-man William klom in februari 1980 door een hek in de tuin bij het zwembad. Doreen had haar zoon even uit het oog verloren en raakte in paniek. Ze begon hem te zoeken en vond haar driejarige zoon uiteindelijk drijvend in het zwembad. Paul werd direct naar het ziekenhuis gebracht, maar na een week in het ziekenhuis overleed hij alsnog. Het was een verschrikkelijke gebeurtenis voor de hele familie. Doreen kon het haarzelf nooit vergeven. Toen William hoorde dat zijn zoon was overleden, werd hij woedend. Hij gaf zijn ex-vrouw Doreen de schuld van zijn dood. William ging zelfs zo ver dat hij een rechtszaak wegens onrechtmatige dood aanspande tegen Charles en Doreen en de zaak kwam in maart 1982 voor de rechter. De rechter koos partijen voor Doreen, waardoor William de rechtszaak verloor. Daarna werd alle contact tussen William en Doreen verbroken. Na de dood van Paul ging het erg slecht met William. Zijn geestelijke gezondheid ging achteruit en hij had veel last van depressies. Ook raakte hij bijna zijn baan kwijt. Ook bleef het maar aan hem knagen dat zijn huwelijk gebroken was en dat zijn zoon in zijn ogen dood was door de schuld van zijn ex-vrouw. Hij geloofde oprecht dat zijn ex-vrouw hun zoon had vermoord. Om hem pijn te doen. Doreen en Charles hadden echter iets te vieren na zoveel trauma's uit het verleden. In 1984 kondigde Doreen aan dat ze een zoon verwachtte na twee miskramen in de voorgaande jaren. De baby zou begin november worden verwacht, net na Halloween. Op de avond van Halloween, op 31 oktober 1984, nam Doreen haar dochter mee om langs de deuren te gaan om snoep te verzamelen. Toen ze die avond thuis kwamen ging Charles nog even naar de slijterij om de hoek om wat extra snoep te kopen. Hij is maar een kwartiertje weg geweest. Toen Charles weg was, zaten Doreen en haar vierjarige dochter televisie te kijken toen er rond negen uur agressief werd aangeklopt. Doreen deed de deur open en zag een man staan met een rubberen wolvenmasker en een groot mes in zijn hand. Hij zei direct dat hij haar zou gaan vermoorden. Toen de vierjarige dochter hoorde dat haar moeder werd aangevallen, verstopte ze zich in huis. Toen Charles Herbert terugkwam van de winkel, merkte hij dat zijn voordeur niet op slot was. Binnen vond hij een bloedige en gruwelijk plaatsdelict. Doreen lag in de gang terwijl hun ongeboren zoon in de woonkamer lag. Doreen was zo erg toegetakeld met het mes, dat haar acht maanden oude baby uit haar buik was gesneden en in stukken was gehakt. Ook de hand van Doreen was compleet afgehakt. Het was een enorm bloedbad in huis. Er lag zoveel bloed op de grond dat Charles uitgleed en in het bloed viel. Hij vond zijn dochter Dianne nog in leven, verstopt in de woonkamer. Ook Dooreen ademde nog, maar ze overleed alsnog aan haar bloedingen, onderweg naar het ziekenhuis. Toen de politie ter plaatse kwam, vonden ze bij de voordeur een wolvenmasker met overdreven tanden, uitpuilende ogen en een uitgestoken tong. Ze ontdekten ook een bloedspoor dat helemaal door de wijk liep. Waar het spoor plotseling eindigde. Waarschijnlijk is hij op dat punt in een auto gestapt. De politie hield Charles vast voor ondervraging en een ander team ging langs bij haar ex-man, William. Op het moment dat de politie arriveerde, was hij zijn kleding en bloed van zich af aan het wassen. Hij deed open in zijn badjas en liet de politie binnen. Toen ze aan hem vertelde wat er was gebeurd, reageerde William heel luchtig. De politie kreeg argwaan toen ze de hand van William zagen. Zijn hand zat namelijk volledig in het verband. William gaf aan dat hij was uitgeschoten met een mes tijdens het snijden van een pompoen. Maar de wonden waren zo heftig dat de politie dit niet geloofde. William vertelde hen dat hij niets te verbergen had en stemde ermee in om hen zijn huis te laten doorzoeken. Onderzoekers vonden bloed door het hele huis en op kledingstukken. In zijn garage vonden de onderzoekers twee zelfgemaakte doodskisten, twee lijkenzakken gewichten en een kaart van de baai van San Francisco. Later bleek dat hij Doreen en Charles wilde vermoorden om hen vervolgens in het water te dumpen. William bleef de moord op zijn ex vrouw en haar ongeboren baby ontkennen. En ondanks het beschikbare bewijs was het niet sterk genoeg om hem vast te houden. Hij werd twee dagen later weer vrijgelaten. Op 5 november 1984 werd hij opnieuw gearresteerd nadat de bloedgroep van William overeenkwam met het bloed op het plaats hij werd beschuldigd voor moord met bijzondere omstandigheden, waardoor hij in aanmerking kwam voor de doodstraf. In september 1999 werd hij ter dood veroordeeld. Echter zit hij op dit moment nog steeds opgesloten in de dode cel van de gevangenis. William is op dit moment 73 jaar oud. Had jij al eens gehoord van deze zaak? Of ken je nog een andere gruwelijke zaak? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.